Zeg, God is goed. Kijk naar iemand naast u en zeg, God is goed. Amen. Gelooft u dat God werkelijk goed is? En dat zijn goede tierenheid duurt tot in alle eeuwigheid? Kom on, gelooft iemand dat vandaag? Gelooft iemand dat het door de goedheid van God dat u vandaag hier bent? Als het niet was om zijn goedheid, was u hier vandaag niet. Maar omdat hij goed is geweest door de jaren heen, kunnen we hier zijn en zeggen, God is goed. Dank u, Jezus. Amen, amen, amen. Ik weet niet van u, maar ik weet tot in het diepste van mijn wezen dat God goed is. Want if a no ben defu abung fasifu gado, we ben klari. Maar mi no klari, gado op een plan, gado op een doel en mi want tegen u, Yusref no klari. Ook al dacht u dat u klaar was, maar u bent niet klaar. Het feit dat u vanmorgen bent opgestaan. Het feit dat u vanmorgen kon opstaan en kon zeggen van Heere, dank u wel. Misschien gaat het niet helemaal goed, maar ik kan nog even naar de dienst gaan om wat kracht te putten. Amen. Halleluja. Halleluja. Kom on, geef de Heer een applaus als u dat graag wil. We zullen heel kort even kijken naar een hele bekende psalm. Weet u, als je leest, als je die psalmen leest, dan denk je bij jezelf, wie was deze man David? Hij heeft de meeste psalmen geschreven. En die relatie die deze man had, die openbaring en de diepte die hij had over de Heer, is niet te geloven soms als je het leest. En er is een hele bekende psalm, u kent het vast wel, en hoogstwaarschijnlijk kunt u het ook nog citeren uit het hoofd. Maar laten we vandaag even toch kijken naar deze psalm en kijken of er toch nog wat kostbaarheden zijn om eruit te putten. Amen. Amen. Kom op, u moet niet stil van me zijn. We zijn in een zondagdienst, we zijn in een opwekkingsdienst. Dus ik wil dat u participeert. Amen. Amen. Dus wees vrij. Zeg iets. Wat u dan ook zegt, zeg iets. Zeg preach it. Zeg glory to God. Zeg halleluja. Zeg, auw, maakt niet uit. Psalm 23. En hij heft deze psalm aan. En de psalmist zingt, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. De Heer is mijn herder, zegt vers 1. Mij ontbreekt niets. Zeg dat tot uzelf. Zeg, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Zeg het nog een keer. Zeg, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Mijn broeder en mijn zuster, misschien hebben we niet echt de volle waardering voor deze tekst. Maar laat me u even helpen. Als wij kijken naar mensen in deze wereld die het verschoppen, een van hun geheimen is dat ze iemand hebben, een mentor, een coach. Iemand die ze kan corrigeren. Iemand die kan zeggen, doe het niet zo, maar doe het zo. Of een kritische vriend. Maar wie dat ook al, is het een geweldige sporter. Laat me even in apostels een gebied gaan. Een LeBron James. Hoeveel talent die man dan ook mag hebben, hij moet zich toch nog onderwerpen aan een coach. Aan een coach die zegt van, hey, let daarop en let hierop. Het is een mystery van mensen die het verschoppen. Ik luisterde een keertje naar een interview. Ik weet niet precies hoe het ging, maar Kobe Bryant, die nu overleden is, werd geïnterviewd. En het was tegen de tijd dat hij speelde voor Lakers. En volgens mij heeft hij tot het einde voor Lakers gespeeld, denk ik. In ieder geval, Phil Jackson was zijn coach. En Phil Jackson zei aan hem, kijk, doe het anders, want we hebben Shaquille O'Neal nodig. Hij moet op een bepaalde manier presteren. En als jij dat zo doet, kunnen we die wedstrijd verliezen. En Kobe Bryant had zoiets van, maar hoe dan? Onderschat de kracht van een coach niet. Of de kracht van een mentor. Hij dacht, it doesn't make sense to me. Maar als de coach het zegt, dan ga ik het maar zo doen. En ze hebben die wedstrijd gewonnen omdat hij precies heeft gedaan wat de coach heeft gezegd.
Onderschat niet de kracht van een coach. En de psalmist begint met: de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. We willen graag dat resultaat. Want hier zijn er twee dingen. De Heere is mijn herder en mij ontbreekt niets. We hebben oorzaak en we hebben gevolg. En we willen graag dat gevolg hebben. Mij ontbreekt niets. Come on, heb ik een paar eerlijke mensen hier. Want soms als we kijken naar onze ijskast, dan ontbreken we behoorlijk wat. Soms als we kijken naar onze bankrekening of onze portemonnee, dan ontbreken we behoorlijk wat. Kom on, heb ik een paar echte mensen hier? Een paar eerlijke mensen? Soms als we thuis alleen zitten, als die zuster thuis alleen ligt in haar bed met een kussen, dan zegt ze: mijn gunst, ik ontbreek toch zoveel. Of wanneer die broeder alleen, want er zijn ook een paar eenzame broeders. Misschien is zoveel als die zuster, maar want een eenzaam broeder deed ook toe. En denk bij zichzelf: mijn gunst, ik ontbreek toch een vrouw. Maar laten we gaan naar de oorzaak. Of nee, laten we gaan naar de cause. Ja, dat is de oorzaak. En dat is: de Heere is mijn herder. De Heere is mijn herder. Zeg dat nog een keer aan uzelf. Zeg: de Heere is mijn herder. Dat wil zeggen: de Heere leidt ons. We hebben het hier niet over een mens per se. We hebben het over de Heere God. En die psalmist heeft die openbaring. Hey, ik hoef niet alleen door dit leven te gaan. Ik hoef niet zonder leiding te gaan. Ik hoef niet verwilderd te zijn. Ik hoef niet roekeloos te zijn in dit leven, want de Heere is mijn herder. Mijn broeder en mijn zuster, als de Heere uw herder is, dat wil zeggen, hij leidt u. Hij zegt u: ga niet daar, maar ga hier. Hij zegt u: loop niet zo, maar loop hier. Hij zegt u: vermijd die persoon. Want soms is het niet altijd, soms wanneer die leiding komt, is het niet altijd fijn, toch? En vaak genoeg voelen we op ons steentje getrapt. Kunt u zich voorstellen? Wanneer we, sommigen van ons zeggen, we willen graag kritische feedback. Maar als er kritische feedback komt, dan is het een kleine au. Wie hier, het maakt niet uit, je ontvangt het. Je ontvangt het met je hele hart. Laat me je hart zien. U bent een goede persoon. Ja toch? Er zijn een paar mensen. Maar sommigen van ons, wanneer we het ontvangen, doet het even pijn. Maar achteraf, als het goed is, achteraf begrijp je van: hey, asma dis ability. En met de Heere is het soms ook zo. Vaak genoeg begrijpen we het misschien niet. En soms bidden we de Heere voor nog 3 bevestigingen, want we denken bij onszelf: dit is niet de stem van de Heere. Maar als de Heer uw herder is, uiteindelijk, eventually, zullen we dat gevolg ook zien. Kan ik een amen horen? De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat is een realm waarin ik graag wil zijn. Heb ik een paar broeders en zusters die graag in die realm willen zijn van: mij ontbreekt niets. En laat me erbij vermelden, soms en vaak horen we rechtstreeks van de Heere, maar de Heere gebruikt ook mensen om ons te helpen en om ons richting te geven. Amen. Zeker als we in de gemeente zijn. We hebben niet voor niets een voorganger. We hebben niet voor niets een vijfvoudige bediening. Want die is er om ons toe te rusten tot dienstbetoon. Amen. Om ons te coachen. Eigenlijk als je erover nadenkt, mijn broeder en mijn zuster, wanneer we in de gemeente komen, en daarom, de rol van een voorganger moet u niet onderschatten. Als je het goed bekijkt, eigenlijk is een voorganger een psycholoog, een dokter, soms ook nog een bank. Die man is van alles en nog wat, tegelijkertijd. Kunt u zich voorstellen? Daarom vind ik het jammer als mensen negatief praten over voorgangers en ze allemaal onder één kam scheren. Het is niet recht. Voorgangers werken keihard. Amen.
Soms blijven ze, maken ze lange uren alleen vanwege een nood van een gemeentelid. Kunt u zich dat voorstellen? Amen. Dus laten we onze voorgangers eren. In het bijzonder natuurlijk onze eigen voorganger, apostel Steven Rijmen. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. In het Engels zegt hij, he restores my soul. He restores my soul. Hij verkwikt mijn ziel. Als we dat letterlijk zouden vertalen, hij herstelt mijn ziel. Want soms maken we dingen mee die een bepaalde impact hebben op onze ziel. Amen. Wanneer we bepaalde dingen meemaken, kunnen ze een traumatische ervaring zijn. Waardoor we soms verkeerde innerlijke verbonden maken. Soms worden we zo gepijnigd dat we zeggen, ik nooit meer. Ik neem nooit meer een man. Of ik neem nooit meer een vrouw. Of ik vertrouw zulke mensen nooit meer. Hoe komt dat? Omdat wij pijn hebben ervaren in onze ziel. Maar de Heer zegt hier, hij leidt ons aan rustige wateren. U bent misschien teleurgesteld geraakt door een authority figure, iemand in autoriteit. En u bent zo teleurgesteld en u neemt dat ding mee nog jaren daarna. En het heeft nog een bepaalde impact op de manier waarop u functioneert. Maar de Heer zegt, hij leidt u aan rustige wateren. Hij brengt je op een plek waar je kan relaxen. En waar je ziel hersteld kan worden. Hoeveel van ons hebben verkwikking nodig in onze ziel? Het maakt niet uit. Vaak genoeg, als je ziet dat mensen zich zo macho gedragen en zo sterk willen overkomen en zeggen, niemand kan mij iets doen, minap niks te maken dan een oasma. Vaak genoeg, als je even gaat kijken, dan zal je merken dat het iemand is die toch wel een beetje pijn heeft, verdriet heeft, vanwege een bepaalde ervaring, teleurstelling en bitterheid sluipt daarin. En je zegt, ik ga nooit meer naar de kerk. Of ik open mezelf nooit meer. Of ik vertrouw nooit meer. Of ik neem nooit meer een motromatin en awasma. En dan heb je de raarste uitspraken. Mensen zeggen, ik vertrouw liever mijn hond dan een persoon. Kent u dat? Heeft u dat ooit gehoord? Maar de Heer wil uw ziel herstellen. Want als uw ziel niet hersteld wordt, dan loopt u het risico dat u toch wel op een bepaalde manier miserabel door het leven gaat. Bent u met mij hier vandaag? Maar de Heer leidt ons aan rustige wateren. Hij verkwikt onze ziel. Hij brengt ons tot rust. Hij herstelt ons. En soms gaat het zo diep dat die teleurstelling afstamt van de vroege kinderjaren. En soms hebben we het niet eens door. Heeft u ooit meegemaakt? Ik heb het een paar keer meegemaakt en het is een heel raar gevoel. Dat je soms gewoon zit en je begint te huilen, maar je weet niet eens waarom je huilt. Heeft u dat ooit meegemaakt? Je weet niet eens waarom je huilt eigenlijk. Je kan het niet verklaren als iemand je vraagt, maar wat is er? Zij die je kreeg. Misschien zijn het dingen, je hebt het niet eens behoorlijk door, maar dingen die je misschien hebt meegemaakt, teleurstelling, wat het dan ook mag zijn. Maar de Heer is hier vandaag om uw ziel te herstellen. To restore your soul. Kom on, hef uw handen op en zeg, Heer, herstel mij. Herstel mij. Voer mij aan rustige wateren. En herstel mij. Halleluja. Iemand zegt halleluja. Hij leidt mij, we zijn in vers 3. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Weet u bent eigendom van God hoor. Vergeet u dat niet. U bent Gods eigendom. Dat wil zeggen, u bent geroepen naar zijn naam. Bent u met mij? Als u naar mijn vrouw kijkt, Yoshifa is shine. Hè? Ze schijnt zo. Hè?
Ja, een mooie thee. Als zij hier zou komen als een... als een, hoe ze het noemen... dan zou u zeggen, dan zou u bij uzelf denken van... maar Guillermo, je doet iets verkeerds. Ja, toch? Want hoe dan ook, hoe je het dan ook draait of keert... ze is mijn verantwoordelijkheid. Ja, toch? Dus als ze hier zou komen met gescheurde kleren... dan zou u gelijk kijken naar mij en zeggen... Guillermo, je fout. Ja, wie doet ons aan? Dus de Heere is uw herder. Dus u bent zijn verantwoordelijkheid. Hier zegt hij, hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Niet in de eerste instantie om u te beschermen, maar om zijn eigen reputatie te beschermen. Want als mensen naar ons kijken en zeggen, maar dat hoe dan? Je gaat kerkie, dan was dat niet, klopt toch? Maar als hij onze herder is en ik ben zijn eigendom, dan kan ik de Heere vertrouwen toch? Dan hoef ik me niet druk te maken toch? Dan kan ik zeggen, Heere, alafasi, u gaat me helpen. Ik vertrouw op u. Mijn hoop is op u. En soms, ik weet niet van u, maar soms met dat gado, noem ik Miki Sheng, want if Miki Sheng, dan was het fasi, u schreef ook Kisheng. Misschien een beetje brutaal, maar soms in mij begin dat soort begin dat hij. Zeker als je niet zeker weet of het zal lukt. In elkaar zie je, Heere Jezus, alsjeblieft, mijn God. Heere, als dit niet lukt, aan de miwan dashing, maar u ook. Kom dan heb ik een paar echte mensen hier. Dus gado, oset je kong in een vrede. Hoort iemand mee? In een spang. U hoeft zich niet druk te maken. Het feit alleen dat hij, dat u van hem bent, kunt u rustig zitten en zeggen, Heere, ik vertrouw u. Heere, yo tap mishing. Wat er dan ook gebeurt. U gaat met me zijn. U gaat me niet begeven. U gaat me niet verlaten. U bent met mij. Kom op, gelooft iemand dat de Heere met u is. De Heere is met u. Als zit u kom. Kom maar, zeg aan iemand, Gado is zet me kong. Ook als je het nog niet, maar Gado is zet me kong. Watch me. Vers 4, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. De Heere is met u, onderschat dat nooit. Waarom kunnen we een gerust gevoel hebben if one biggie borsumang en wakananga unu like bodyguard? Of als een commando was, broeder Vroom met ons loopt. If me wakananga broeder Vroom naar straat, heb ik toch wel een beetje een zekerheid. Je verstaan? Want mis heb dat min of fetti, maar deze man is commando. Ja toch? Gestudeerd in het buitenland, alle soort dingen. De man is een topman in het leger. Dus if me wakananga man. Als iemand mij zou lastigvallen, moet ik op Simoro Bradi. Als ik een ben, dan ben ik pie. Maar als ik met broeder Vroom bijvoorbeeld ben, dan maak ik, wat is er? Wat is je probleem? Je nak me? Kom. Want ik heb dat if I make one fout, if I kom, is het probleem. Bent u met mij? Dus ook al gaat u door een dal van diepe duisternis, de Heere is met u en u hoeft niet te vrezen. In afrede. En een dal van diepe duisternis kan eng zijn, maar als u weet dat de Heere met u is, hoeft u niet bang te zijn. De Heere is met u. Kom op, iemand zegt de Heere is met mij. Wat die rekening dan ook zegt, de Heere is met mij. Wat dat verslag dan ook zegt, de Heere is met mij. Wat de dokter dan ook zegt, de Heere is met mij. Wiens van de takmitori, de Heere is met mij. Wiens van de bedreigmi, de Heere is met mij.
Wiens vader want make me belachelijk, maar de Heere is met mij. Hey, soms moet u een beetje opstaan. U moet niet altijd in een slachtofferrol blijven hoor. Soms moet u opstaan en zeggen, weet je wat, de Heer is met mij. We moeten een beetje mondig worden. Bent u met mij hier? Als er iets gebeurt, kunnen we niet gewoon zitten en denken bij onszelf, oh arme ik, oh wanneer gaat dit? Nee, sta op en zeg, de Heer is met mij. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, de Heer is met mij. Niet gewoon iemand, maar de God van hemel en aarde is met mij. Ik hoef niet bang te zijn, ik hoef niet te vriezen, want de Heere is met mij. Hey, de Heere is met u. Wat u dan ook meemaakt, de Heere is met u. Als u een paniekaanval krijgt, sta op in de avond en zeg, de Heere is met mij. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Ook al kan ik niet zien wat er gebeurt. Maar omdat ik een God heb die met mij is, die alles weet, ik hoef niet te vrezen. Ook al heb ik niet alle antwoorden, God heeft alle antwoorden. Kom op, bent u met mij hier vandaag? De Heere is met u. De Heere is met u. De Heere is met u. Waarom uw stok en uw staf? Die vertroosten mij. En vers 5 zegt, gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Weet je wat? Er zullen altijd situaties en omstandigheden zijn en soms ook mensen die u willen benauwen. Mensen die u angstig willen maken. Mensen die u onaangenaam zijn. Maar ik wil u zeggen vandaag, de Heere richt een maaltijd voor u aan, precies voor hun ogen. Is dat niet een fijn idee? Is dat niet een fijn idee? Ik ben tak me no making, maar no gadosref is voor u dat toch me making. Je had gezegd, je vindt nooit meer een man zoals mij. Zeg hem, begin hem te zeggen, weet je wat, je mag zeggen wat je wil, maar de Heere gaat een maaltijd voor me bereiden, precies voor je ogen. As a matter of fact, uiteindelijk ga je hem bedanken en zeggen, dankjewel dat je bent weggegaan. Want als je niet was weggegaan, had ik deze niet gekregen. Word een beetje mondig. Amen. Voor de ogen van zij die u benauwen, God heeft put one maaltijd. Het is, dus dat was takkie. Wij moeten altijd nederig blijven hoor. Maar, God is telling aan nanga unu. Ja toch? God is telling aan en God is taki luku. Look. Nee, jullie moeten niet wegrennen. Rennen, blijven jullie precies hier, want jullie moeten zien hoe ik mijn kind zegen. Je moet getuige zijn van die zegen die ik geef aan mijn kinderen. Wat meer blessing. Daarom zeg ik altijd, wanneer u naar mij kijkt, en ik bemoedig u ook om het te zeggen, no de tumsi takru nangami. Want precies voor je ogen, God will bless me. En je schreeuwt van blessing. Kijk naar iemand en zeg, wees niet te onbeschoft tegen me, alsjeblieft. Want je kijkt nu naar me, je onderschat me. Je onderschat. Maar wacht maar, temo komen. Want temo komen, dan moet komen great. Come on somebody. Temo komen, dan moet komen great. Ik hier, hè? Kijk even goed naar mij. Kijk even goed naar mij. Kijk. Ja? Deze kleren die je vandaag ziet, ga je waarschijnlijk morgen niet meer zien. Come on, somebody. U moet een beetje geloven, man. U moet een beetje vertrouwen hebben in de Heer dat God ons zit, you kong. Amen. En uw vijanden gaan het zien. Ze gaan leven om het te zien. Amen. Gij zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. U zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Benadering. Uw hoofd is belangrijk. Afast van uw edenki is belangrijk. Sommige van onze hoofden zijn nog niet helemaal gezalfd. Ze zei, onze hoofden zijn nog een beetje grof. En moet ook grof eten. Waardoor soms ik klem. Maar we hebben die
olie nodig van de Heere. Dat hij uw hoofd zalft. Want soms, door de manier waarop wij denken, is onze beker leeg. Soms, door de manier waarop wij denken, is onze beker half gevuld. Soms, vanwege de manier waarop wij denken, is onze beker helemaal gevuld tot de top. Maar ik ben hier om te praten tot een paar mensen die graag willen dat hun beker overloopt. Neem die salving. Take an anointing. Kom, zet uw hand op uw hoofd en zeg, salf mijn hoofd. Salf mijn hoofd. Met olie. Halleluja. Want wanneer die salving daar is, dan gaat dat ding soepel. Wanneer die salving daar is, dan is het goed geolied. Dan kan het goed functioneren. Dan is er geen klem. Bent u met mij hier? En dan kunnen wij getuigen, ja, hij heeft mijn hoofd gezalfd met olie. Mijn beker vloeit over. Halleluja. Ik zie een paar mensen hier met overvloeiende bekers. Uw beker vloeit over van vreugde. Uw beker vloeit over van zegen. Uw beker vloeit over van voorspoed. Uw beker vloeit over van geluk. Uw beker vloeit over van gunst en favor. Uw beker vloeit over van onverwachte zegeningen. Halleluja. Come on, somebody receive it. Halleluja. Uw beker vloeit over. Maar het begint bij uw hoofd. Halleluja. Heil en goede tierenheid. Volg mij al de dagen van uw leven. Ik ben hier om u te zeggen, mijn broeder en mijn zuster, heil en goede tierenheid zijn uw beste vrienden. Come on, somebody receive it. Heil en goede tierenheid zijn uw beste vrienden. Waar u dan ook gaat, heil en goede tierenheid, ik plak naar u. Amen. Heil en goede tierenheid. Goodness and mercy will follow you all the days of your life. Iemand moet dat ding geloven en ontvangen. Want het begint bij geloof. Amen. Amen. Dus dat wil zeggen, overal waar u komt, heil en goede tierenheid gaan mee met u. Goodness and mercy. U zal altijd de goedheid des Heren zien in elke situatie. Ook al bent u aan het werk, ook al bent u thuis. Heil en goede tierenheid zijn precies daar, want ze volgen u al de dagen van uw leven. Come on, iemand geeft de Heren een klapoffer als u dat gelooft. Halleluja. En als laatst zegt hij, ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Mijn broeder en mijn zuster, blijf in de tegenwoordigheid van God. Want zonder hem kunnen wij niets en dan ook niets doen. En de Bijbel zegt, in his presence there is fullness of joy. Er is vreugde in zijn tegenwoordigheid. Verlaat de tegenwoordigheid van God niet. Maar blijf in zijn tegenwoordigheid en blijf dicht bij hem. Ik wil u vragen om te staan. Laten wij deze psalm tot slot samen lezen. Met volle borst of uit volle borst. Psalm 23. We beginnen bij de Heere. 1, 2. En lees het alsof u het gelooft tot in uw binnenste. Amen. 1, 2, 3. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Come on, iemand geeft de Heren prijs. Halleluja. Halleluja.